niet dat ik ooit echt met 6-0 heb verloren, nee. Ja, een zeer, zeer teleurstellende middag. Beschamend. Voor iedereen die Ajax een warm hart toedraagt natuurlijk. Als je tegen Feyenoord zo'n nederlaag leidt. En ook de manier waarop. Goed, als je met 2-0 de rust ingaat, dan heb je misschien nog zoiets dat je met een goal weer wat in de wedstrijd zou kunnen komen. Maar die 3-0, ja, dat nekte ons helemaal. En om in de rust dan de ploeg weer, weer de rug te rechten, dat viel niet mee. Om te zeggen van opnieuw beginnen, resetten. Het was een hele teleurstellende middag. Laten we het daar maar op houden. Heb jij wel eens zo'n vernedering ondergaan? En hoeveel extra pijnlijk is het voor jou als Rotterdammer? Nee, ik denk niet dat ik ooit echt met 6-0 heb verloren, nee. Het doet niet meer pijn omdat ik een Rotterdammer ben. Het doet gewoon meer pijn omdat je de klassieke verliest met 6-0. Ja, heb je al spijt dat je ingestapt bent? En wat verwijt jij jezelf? Ja, goed, ik ben verantwoordelijk voor de opstelling. Ik had meer verwacht vandaag van ons, en dat heb ik ook vooraf gezegd, in de manier van hoe we kunnen voetballen. Maar we zijn gewoon aan alle kanten vandaag afgetroefd. Fysiek, mentaal, intensiteit, persoonlijke fouten. En ja, dan weet je dat je het hier in de Kuip heel moeilijk gaat krijgen. En dat was ook het geval. We begonnen al niet goed. Volgens mij in de eerste paar minuten al 4-5 corners en redding van Roelie. En daarna ja, waren het eigenlijk twee persoonlijke fouten, waardoor de 1 en 2-0 eerst Kaplan en toen Hato. En na rust nog een keer Branco. Dat voor mij dan even duidelijk. Maar goed, dat heeft wel te maken ook met dat we niet onder de druk vandaan kwamen. En dat we voetballend de bal niet meer als 3 keer in de ploeg hielden. En dat, dat is wel heel teleurstellend. Ja. Kun je de sfeer na afloop in de kleedkamer eens beschrijven? Ja, stil. Ik denk dat iedereen hetzelfde gevoel heeft als ik. Beschamend, wat we vandaag hebben laten zien. Dus ja, geen goede sfeer. De trainer zei net dat hij zelf heel weinig had gezegd. Wie heeft er wel wat gezegd? Ja, Roelie. Maar voor de rest ook niet veel. Ik denk dat er ook niet heel veel te zeggen valt na zo'n prestatie, eerlijk gezegd. Wat zei Roelie? Ja, dat het beschamend is wat we hebben laten zien. Heb je gevreesd voor 10-0? Nee. Niet aan gedacht? Nee. John, heb jij gedacht? En zo ja, wanneer heb je gedacht, fluit maar af? Ja, nee, goed. Je gaat, wat ik al zei, die 3-0, dat nekt de ploeg. 2-0, ja, we hebben geen kans gecreëerd in de eerste helft. Maar dan weet je, bij een 2-1, en het is vaker gebleken, kan een wedstrijd kantelen. Maar ja, dat zat er gewoon niet in vandaag. Ja, het was ook weer heel veel gezeik buiten het veld deze week, al tijden, dan zo'n wedstrijd. Waar haal jij nu nog persoonlijk voldoening uit bij het zijn van trainer van Ajax? Op dit moment even niet. Maar goed, dat is logisch, lijkt me. Maar goed, nog niet zo lang. 3 dagen geleden haalde ik heel veel voldoening uit een helft tegen Go Ahead. Waarin we denk ik een van onze betere eerste helften van het seizoen speelden. Tweede helft vielen we ver terug. Dus daar haal je veel voldoening uit. Maar vandaag was daar weinig voldoening uit te halen. Keep it in the zone.